Vandaag is er de hele dag met man en macht gezocht naar mevrouw Mieke Kwaasteniet. Dat is een 55-jarige vrouw uit Purmerend die spoorloos verdwenen is. Door familie, door de politie, door speurhonden. Alles heeft meegewerkt. Op dit moment wordt er niet meer gezocht. De politie heeft de actie gestaakt en doen ons geen verdere mededeling. We gaan wel vannacht mee met oog in oor om te kijken wat zij eventueel kunnen vinden. Dat is een burgerinitiatief in de zoekactie naar deze mevrouw. Mevrouw Sandra, waarom staat u hier en waarom hebt u dit georganiseerd? Sinds vanmiddag is natuurlijk heel breed het bericht in de media gekomen op Facebook en zo. Ik zat thuis en ik voelde me enorm betrokken. Het is hier vlak om de hoek en ik dacht ik moet wat doen. En aangezien ik toch vrijwilliger ben bij ogen en oren, dacht ik... We gaan de wijk in en we dragen zo ons steentje bij in de hoop dat we iets kunnen doen. Ja. Waar rekent u op? Ik reken helemaal nergens op. Ik hoop alleen wel dat als ze hier in de omgeving is, dat ze doorheeft dat mensen zich zorgen maken en dat ze gewoon naar huis toe komt. Ja. Oké. Nou, we blijven bij u vannacht. We gaan kijken wat de afloop zal zijn. En we hopen op een goede afloop voor die mevrouw Mieke en voor de familie. Ja, heb u nog een laatste woordje voor vrijwilligers die zich wilden melden? Want de actie begint om 8:00. We gaan om 8:00 lopen. Ik zal nu en dan iets op Facebook posten van waar we lopen. Mochten er mensen zijn die aan willen sluiten, kan je het vinden op Facebook. Wij Purmerzuiders zal ik ook hier en daar wat neerzetten. En kom helpen. We spreken ook nog met wat meer vrijwilligers die meedoen aan deze zoektocht. En we zijn benieuwd naar hun betrokkenheid hierbij. Goeiedag, wat is uw betrokkenheid bij dit geheel? Een lerares van mijn zoon is dat geweest. Wanneer hoorde u het nieuws? Gistermiddag hoorden we dat. Of lassen we het eigenlijk op Facebook. Oké. En dat is voor u de reden geweest om te zeggen, ik ga daar vanavond heen, ik wil die mevrouw vinden. Ja. Wat is uw betrokkenheid hierbij? Het is mijn buurvrouw geweest, 30 jaar geleden, tot 25 jaar geleden. En haar zoon en mijn zoon hebben samen gevoetbald. U beschouwt haar als een vriendin? Ja. Ja, dus vandaar dat ik las het net van die oproep van dit. Toen dacht ik, dit wil ik. Ik hoor dat vanmorgen pas en de hele dag denk ik al... Oh. Wat hoopt u? Ja, dat ze levend en wel gevonden wordt. Ja. Hoe groot is de kans dat ze levend en wel gevonden wordt? Ik zou het niet weten. Mevrouw Sandra, wat is een beetje de zoek- en looprichting voor vanavond? Ik wil allereerst richting Park het Zuidpool. En dan doorsteken naar het tankstation en linksaf richting het Purmerbos. En vanaf daar moet ik een beetje gaan kijken van, goh, hoeveel animo is er? Moeten we misschien in teams gaan opdelen? Of blijven we als één groep gezamenlijk en gaan we richting Purmerbos om daar weer een rondje terug te lopen. Oké. En heb u samenwerking gezocht met de gemeente politie Purmerend? Nee, helemaal niet. Nee, dit is echt een spontaan idee. Ik zat er de hele dag al mee. Ik denk, moet wat doen. Nu dacht ik eigenlijk van, nee, ik ga het gewoon doen. Ik ben toch vrijwilliger. We zijn even onderweg. Wat is je bevinding tot op dit moment? Op dit moment hebben we nog niks aangetroffen. Geen platgestampte grond, aarde of enige mogelijkheid waar ze geweest zou kunnen zijn of misschien wel is. We hebben wel een tip gekregen om te gaan kijken bij de speeltuin, bij grote betonnen kokers waar ze misschien verstopt zou kunnen zitten als ze niet gevonden wil worden. Maar vooralsnog nog niks. Nee. Jullie, je hebt het net over voetstappen, ongeroerde grond. Waar zoek je specifiek naar? Platgestampte takken of dat ze verder het bos in is gelopen om daar te gaan schuilen tegen de kou voor de nacht of iets dergelijks. Dat soort aanwijzingen zoeken we. We hebben net even prullenbakken gecheckt om te kijken of we iets van kleding konden vinden of misschien iets van een jas of iets dergelijks, maar ook niet. Wel een oude theedoek, maar goed, daar vooralsnog niks van haar. Okay. Nee. Eerder op de avond verklaarde je dat er geen samenwerking was met de politie. Hoe denk je daar nu over? Ik vind het zelf heel erg vervelend. Meer om het feit dat Purmerbos is groot. En ze hebben gisteren natuurlijk met helikopters gezocht. Ik weet niet of dat met warmte is geweest of gewoon puur een overzicht. Weet ik niet. Maar wij lopen nu in het Purmerbos. En wij weten dus niet of hier al gezocht is. Dus misschien lopen we hier wel voor de tweede keer. En dus eigenlijk op de verkeerde plek. Terwijl er misschien op een andere plek nog niet gezocht is, waar wij dan weer meer in konden betekenen. Ja. Maar als je ervan uitgaat dat ze nog in leven zou zijn, dan zou tweede keer bezoeken van een plaats natuurlijk geen verkeerde conclusie zijn. Nee, dat niet. Maar je wil natuurlijk, na 24 uur is iemand na zo'n nacht misschien wel onderkoeld of ligt ergens. En dan wil je gewoon weten van, goh, wat is er gezocht, wat is er niet gezocht. Zodat het voor ons als ogen en orenproject ook heel erg duidelijk is.